Welkom allemaal. En wat fijn dat u er allemaal bent. Er wordt weer wat nieuws over u uitgestort als advocatuur. Hoera! U heeft net de herziening in gerechtelijke kaart overleefd. En de wet werk en zekerheid. En dan krijgt u nu het volgende. Kei. Dat wordt over u uitgestort. Nou, ik kan u geruststellen, het valt best mee. Dat hele systeem is echt een eitje. En dat procesrecht is best handig. Ik vertel u iets over het systeem voor de look and feel. Ik ga u geen echte cursus geven, want dat zou veel te lang duren. Ik laat u een beetje zien hoe het eruit ziet en wat u ermee kunt. En ik laat u heel kort even wat dingen weten over die nieuwe procedure, omdat anders het systeem niet zo goed te volgen is. En daarna neemt Juan Tan het stokje van mij over en zal hij u iets vertellen over het nieuwe procesrecht, zoals dat in elkaar zit, en wat dat ook betekent voor uw advocatenpraktijk. Want ja, niet alleen digitaal, maar ook op een andere manier werken als er geen dossiers meer in de kast liggen, maar alles op uw scherm te vertoveren is. Juan zal daarmee starten met een leuke quiz bij Kahoot. Dat kent u misschien wel. En om nou te voorkomen dat we straks allemaal tegelijk proberen op die site te komen en dat dat allemaal niet lukt en dat u te laat bent, zou u nu alvast kunnen kijken of u Kahoot kunt openen op uw smartphone. En dan moet u naar kahoot.it en Kahoot schrijf je K-A-H-O-O-T. En dan .it, dat is van Italië, denk ik. En als u dat dan vast doet, dan kunt u straks gezellig meedoen. Dan krijgt u een code van Juan. En dan bent u in de kijkquiz beland. Goed, maar zover is het nog niet. Ik ga u eventjes meenemen in de wondere wereld van Kei. En nou zou het leuk zijn als de sheets het ook deden. Ik hoor wel ping, maar er gebeurt niet zoveel. Doet hij het nu wel? Nu doet hij het wel. Verder naar beneden drukken. Ah, even aan en uitzetten en verder naar beneden drukken. Goed, gaan we doen. Dankjewel. De planning. Wanneer gaan we dit nou allemaal doen? Nou, er is al gezegd, u kunt nu al, hè? Op vrijwillige basis kunt u nu al bij civiel digitaal procederen. Maar we gaan het ook verplicht maken, want zoals u hoort levert het nog niet zo heel veel echte zaken op. En dat hopen we voor de zomer te gaan doen. En waar beginnen we dan mee? We beginnen in stapjes. We beginnen met handelsvorderingen vanaf 25.000 euro. Het staat hier niet goed, dat ga ik nog even aanpassen. Maar dat zijn dus alle vorderingen handel die niet bij de kantonrechter thuis horen. Daarna doen we hoger beroep. De hoven gaan dan mee. Release 3 zijn de kantonvorderingen. En release 4, de verzoekschriften. Dat is een grote club, zoals u kunt zien. Dat is zo'n beetje alle verzoeken die u maar kunt bedenken, rijp en groen. En u weet, als advocaat, dat zijn er heel veel. En de laatste release is kort geding. En u hoort wel, release, ja, IT, hè, allemaal Engels. Daar ga ik u ook nog mee vermoeien. Als het u te veel wordt, dan roept u maar. En tussen elke release zit ook wel een flinke periode, omdat er tussentijds gebouwd wordt. Wij bouwen elke 2 weken nieuwe dingen in het systeem. Zodat het systeem steeds meer functies heeft en u daar steeds meer mee kunt. En zo bouwen wij bovenop de handelsvorderingen, de release 1, bouwen wij hoger beroep. Daarna wordt dat uitgebreid met alle andere dingen. Ja, die hadden we al gehad. Ah, gelukkig, hij werkt. Straks kunt u digitaal gaan procederen via 2 ingangen. De ene ingang is het webportaal. Dat is gewoon via internet. Dan gaat u naar mijnrechtspraak.nl en daar logt u in. Dat laat ik u zo even zien ook. En dan kunt u daar een nieuwe zaak indienen. Dat is simpel. Dat is een beveiligde omgeving. Wij zijn natuurlijk de overheid. Hè. De rechtspraak hoort daarbij. En wij moeten voldoen aan de meest strenge veiligheidsstandaarden. Dus dat is een beveiligde omgeving. Daar kunt u ook niet zomaar in. U gaat daarin met uw advocatenpas. Daarmee heeft u toegang tot het internetportaal en tot de dossiers die zich daar bevinden. Wat ook kan, dat is de andere optie, dat is een systeemkoppeling. Dat is een system-to-system koppeling. IT, Engels, gaan we al. Het aansluitpunt rechtspraak hebben we het genoemd. En dat is een koppeling tussen ons systeem, de rechtspraak, en uw eigen kantoorsysteem. Dan heeft u dus uw dossiers in uw eigen kantooromgeving,
zoals u dat nu kent. Of als u een nieuw pakketje koopt waarmee dat kan. Zoals u dat straks kent in uw eigen systeem. Een directe verbinding met de rechtspraak. En hoeft u niet via het internet dat te doen. Dat gaat via kantoor. Met ook weer een beveiligde verbinding. Het verschil is dat u de toegang tot uw eigen kantoorsysteem natuurlijk zelf regelt. Wie daarin kan. Dat gaat niet met de advocatenpas. Daar kunt u zelf autorisaties op geven voor personen in uw kantoor die daar toegang moeten hebben. En het internet is beperkt tot de advocatenpas. Daar kunt u wel iemand op machtigen. Maar dat is wel enigszins beperkt. En het internetportaal is geen werkomgeving. Het is alleen bedoeld om stukken en berichten uit te wisselen. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar misschien met webmail. Daar kunt u ook niet zo makkelijk dingetjes opslaan. Dat zou dan in de cloud moeten of zo. Als u uw eigen Outlook opent of uw mail in uw eigen kantooromgeving, dan kunt u ook meteen in uw kantoorbestanden, dat is gekoppeld, dat zit in hetzelfde systeem, in uw Office pakket misschien. En als u webmail gebruikt, dan is dat toch een beetje anders. Dan kunt u daar niet dingen bewaren op uw eigen kantoorserver, dan gaat dat allemaal via het internet. Misschien dat dat een goede vergelijking is. Het aansluitpunt, daar kunt u niet zomaar op aansluiten. Dat is niet een app die u downloadt. Daar heeft u aparte software voor nodig. En er zijn verschillende aanbieders die software op dit moment aan het ontwikkelen zijn. In samenwerking met de rechtspraak ook. Het is allemaal getest. Er zijn al systemen helemaal klaar om gekoppeld te worden. En u zult daar vast wel iets van gehoord hebben met Silex bijvoorbeeld. Aneto, BaseNet. Nou, u zult daar vast naar gekeken hebben. En u kunt zo'n pakketje kopen en vervolgens kunt u koppelen met onze omgeving. Dat duurt 2 tot 4 weken voordat die koppeling rond is. Want u moet ook daar weer allerlei certificaten hebben voor de beveiliging. Meer informatie daarover kunt u vinden op onze website, maar ook op de website van uw orde. Vragen over dit punt? Oké. Dan gaan we weer terug. Ik wil de andere kant op. Goed. De start van de procedure. Ja, dat wordt anders en nieuw. U kunt voortaan al 2 routes kiezen. De ene route is artikel 112, dat is nieuw, nieuw, nieuw. De andere route is artikel 113 en dat is niet zo nieuw. Dat is eigenlijk een beetje zoals het nu is. Dan maakt u namelijk een procesinleiding, zoals de dagvaarding straks gaat heten, en een oproepingsbericht. Dat maakt u, dat betekent u, met de deurwaarder en daarna dient u het in ons systeem. Ik ga u straks laten zien hoe u dat kunt doen in ons systeem. Dan hebben we een nieuwe route, 112. En daarbij dient u eerst een procesinleiding in en vervolgens gaat u die bezorgen, informeel of door middel van de deurwaarder. U kunt kiezen. En dat informeel bezorgen, dat is nieuw, dat is helemaal vormvrij ook. U kunt dat mailen, u kunt het Facebooken, twitteren, u kunt het opsturen met de ouderwetse post. En zoals een deurwaarder zei, bij wijze van spreken kunt u het om een baksteen knopen en hem door de ruit gooien en dan heeft u ook bezorgd. Of dat nou een goed begin is van een procedure is de vraag. Maar goed, het spreekt wel tot de verbeelding. In elk geval, informeel bezorgen kan. Als een andere partij, de verweerder, niet verschijnt na het informeel bezorgen, dan krijgt u van ons geen verstekvonnis. Dat is jammer, want we moeten wel zeker weten dat het diegene bereikt heeft. En dat weten we alleen zeker, althans volgens de wet, als de deurwaarder dat doet. Dus dan zult u alsnog moeten betekenen, krijgt u een nieuwe termijn. Hoewan zal daar straks nog wel iets over vertellen. Maar dat zijn dus de 2 routes. En waarom zou u nou kiezen voor die artikel 112 route, zult u zich afvragen. Wat heeft dat dan voor voordeel? Het voordeel is dat ook verandert het moment van aanhangigheid. Dat is namelijk vanaf het moment van indiening. Dus op het moment dat u via 112 een procesinleiding indient, zonder dat dat bezorgd is, dan is die zaak gewoon aanhangig. Dat weet de andere partij nog niet eens, dat u de verjaring heeft gestuurd bijvoorbeeld. Of dat het beslag nog niet vervallen is. Dus dat is wel nieuw en anders. En dat kan best een voordeel zijn, ook bij internationale geschillen. Als u de eerste bent, ja, dat helpt soms om te zorgen dat alle zaken in Nederland behandeld worden die daarmee samenhangen. Dus dat zou het voordeel kunnen zijn. Nou, wat heeft u nou nodig om te kunnen procederen digitaal? Dat is niet veel, dat valt best mee. Internetverbinding, dat heeft u wel als het goed is. Een browser, die heeft u ook denk ik. Een scanner, misschien nog niet. Dat is wel handig. Een programma om PDF-bestanden
te lezen, te maken en te bewerken. Want alle documenten die u bij ons inlevert, dat moeten PDF-bestanden zijn. Ik zie mensen foto's maken, maar de sheets zijn beschikbaar na afloop van dit geheel op de site van de NOVA. En een laptop of een tablet om het dossier te bekijken tijdens de zitting. Want u stopt nu natuurlijk uw papieren dossier in uw tas. Maar op de zitting heeft u toch een digitaal ding nodig om dat dossier te kunnen bekijken. Want ja, printen mag natuurlijk ook. Dat mag u lekker zelf weten. Dus dat is niet zo gek veel wat u nodig heeft. En last but not least, als u via het internetportaal procedeert, heeft u natuurlijk ook een advocatenpas nodig. En dan is er een heel ingewikkeld plaatje waar ik u snel doorheen praat, maar dit is de basisprocedure voor de 112 rechtsvordering. Dat is dus die met die baksteen die u eerst indient en dan betekent of bezorgt. U gaat eerst opstellen en indienen. Daarna wordt de zaak door het systeem automatisch geregistreerd. Vervolgens laat u de andere partij weten dat u een procedure bent begonnen. Of via de deurwaarder of informeel. Daarna kan de andere partij verschijnen en een verweerschrift indienen. Stellen is ook uit de wet, hè, dat wordt verschijnen. Ook handig om te weten. Daarna gaan wij administratief voorbereiden. Dan wordt er van alles gecontroleerd, ga ik u zo laten zien. We bereiden de zaak inhoudelijk voor aan de binnenkant. Daarna wordt een zitting gehouden, een beslissing genomen en een uitspraak gemaakt. En de zaak wordt afgerond en vervolgens is hij nog gedurende 6 maanden beschikbaar in mijn rechtspraak, waar u dan het dossier kunt raadplegen. En die 6 maanden die loopt vanaf de laatste instantie waar u bent geweest. Dus ook naar hoger beroep en cassatie is het nog 6 maanden beschikbaar. Nou, en dit is het dan. Mijnrechtspraak.nl. Hier komt u terecht als u dat intikt en hier kunt u ook gaan inloggen. Het is niet zo goed te lezen. Ik ga u straks wat vergrotingen ook laten zien daarvan. U kunt hier inloggen. Daar rechtsboven ziet u een veldje, log in mijn rechtspraak. En als u daarop klikt, dan kunt u het systeem in. Met uw advocatenpas logt u in op het webportaal. Nou, dit is u niet onbekend. Dat moet u nu ook doen voor het roljournaal. Dus kind kan de was doen. Dat kunt u al. En als u dan bent ingelogd, dan komt u op deze pagina. En die pagina is de startpagina van mijn rechtspraak. En die is speciaal voor u als advocaat. U krijgt hier te zien, als u al zaken heeft. Ik kan het alleen maar op 1 scherm tegelijk aanwijzen. Dus iedereen even naar links kijken. Hier staan de meest recente berichten in de dossiers die u beheert. En daar kunt u dan ook vinden wat u misschien moet doen. Uw taken staan daar ook. Ik vergroot hem eventjes. Dit is hetzelfde scherm, maar dan alleen de bovenkant, want het is anders niet te lezen. Hier kunt u een nieuwe zaak starten. Als u daarop klikt, komt u in een volgend scherm wat ik straks ga laten zien. En daar vindt u dus de meest recente berichten van de Griffie en van de andere partij die u daar meteen kunt zien. U ziet bovenin ziet u 4 tapjes. Startpagina, dan gaat u weer terug naar het overzicht. Zaken, een overzicht van uw zaken kunt u hier vinden. Een overzicht van uw taken, want de roelzitting verdwijnt. Maar we moeten wel een beetje een goed mechanisme hebben om te zorgen dat we dingen niet vergeten. Dus we gaan elkaar taken geven. En de berichten. Die kunt u 1 voor 1 aanklikken en dan kunt u per categorie dingetje kunt u bekijken wat u moet doen. Dit is de onderkant van datzelfde scherm, ook uitvergroot. En daar ziet u onder andere het kopje status van een civiele zaak. Dat is het nieuwe observeren. U kunt daar een zaaknummer invoeren, ook als u geen advocaat bent in die zaak. En dan kunt u klikken op toon status en dan krijgt u de laatste stand van zaken te zien in die zaak. Bijvoorbeeld zitting gepland, verweerder verschenen, vonnis bepaald, dat komt daar dan te staan. En dat betekent dus dat u straks als u wilt observeren niet meer kan zoeken op partijnaam, zoals dat nu wel kan via het roljournaal. En de reden dat dat anders wordt, is niet omdat dat niet kan, maar omdat het niet mag, volgens de privacyrichtlijnen. We mogen niet meer zomaar op zaaknaam of op partijnaam laten zoeken
in zaken waarbij u niet al betrokken bent als advocaat. Helaas. U kunt dit dus nog wel doen als u een zaaknummer heeft. U kunt hier ook inloggen als vervangende advocaat. U kunt aanmelden als voegende of tussenkomende advocaat. En u kunt daar inloggen als verwerende partij als u bent opgeroepen in een procedure namens uw klant. Verder ziet u hier onderhoud en storingen. Dat ziet u rechts onderaan. Daar kunt u op klikken als u wilt weten of er een gepland onderhoud is. Of misschien een storing. Dan wordt u doorgeleid naar een pagina waar staat welke onderhoudsactiviteiten gepland zijn, waardoor het systeem niet beschikbaar is, in welke periode. En of er storingen misschien zijn in het systeem en zo ja, welke onderdelen van het systeem. Zodat u daar rekening mee kunt houden. U kunt u abonneren op een RSS-feed, zoals dat zo mooi heet. Dat is eigenlijk een abonnement op een berichtenservice. En dan krijgt u, op het moment dat er een storing is, krijgt u een berichtje in uw mailbox dat er een storing is. En u krijgt ook weer een mailtje als de storing voorbij is. En we gaan niet onderhoud plegen gedurende 3 weken opeenvolgend. Daar zijn speciale vensters voor afgesproken, zoals dat dan heet. Timeframes, wij noemen dat vensters. En dat is bijvoorbeeld op zaterdag of op donderdagavond van 8 tot 10 of zo. Dus die kunt u daar ook terugvinden. Vragen? Ja, aan die kant. Oké, de vraag is, wat gaan we met die PDF-bestanden doen en wat voor PDF-bestanden moet u nou eigenlijk indienen? Ja, krijgt u daar instructies over? Nou, er staan al instructies op rechtspraak.nl, die kunt u daar al vinden over de PDF-bestanden. Wij accepteren alle soorten PDF-bestanden en wij converteren ze zelf, dat doet het systeem, naar PDF-A. En PDF-A-bestanden zijn doorzoekbaar en archiveerbaar. Ja. Ja, het kan zijn, mevrouw zegt, je kunt ze zo beveiligen dat ze niet doorzoekbaar zijn. Dan kan het zijn dat dat niet door het systeem komt en dan heet dat een corrupt PDF. En daar kunnen we dan niks mee en dan krijgt u vanzelf een melding dat dat niet goed is gegaan en dat u het even opnieuw moet doen. Ja, dat komt goed. Ja. Ik wil even 1 vraag per persoon. U mag straks nog wat meer vragen stellen na afloop. Er was hier nog een vraag. Ja. Hoe kom je aan het zaaknummer als je een zaak wil observeren? Ja, dat is een hele goede vraag. Die zult u van iemand moeten krijgen. En ja, u krijgt hem niet van ons. Dus ik neem aan van degene voor wie u wilt observeren, dat u daar een zaaknummer van zult moeten krijgen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Ja, ja, nog een vraag daar. Ja, u kunt voegen in een procedure en dan zult u een nummer moeten hebben. Dat klopt, u moet inderdaad als u in een zaak wil voegen een nummer hebben en dat kunt u dan krijgen als u vervolgens even het RSC belt en u zegt ik wil voegen, ik heb hier een cliënt, het gaat om die en die zaak, kunt u een bericht sturen en dan kunt u op die manier met waarborgen omkleed toegang krijgen. Oké, dan gaan we naar de volgende. Dat observeren is wat, hè? Ja, ik vind het ook, het is een hele stap om het af te schaffen op die manier. Maar goed, het is zoals het is. De nieuwe zaak kunt u hier aanmaken. Als u klikt op het icoontje wat u net zag, nieuwe zaak, dan komt u in dit scherm. En in dit scherm kunt u kiezen uit verschillende vorderingen. En ik ga u laten zien hoe u een artikel 113 kunt indienen. Dan klikken we hierop. En start de procedure en dan komt u in dit scherm. En hier krijgt u een inleiding wat u dan precies moet doen. Dat is best handig. We hebben ook allemaal handleidingen op rechtspraak.nl staan om u te helpen. En hier kunt u zien wat u moet doen. En u ziet er zijn allerlei stappen. Die ziet u bovenin het scherm. Inleiding. Wat is het geschil? Wie zijn betrokken? Afronden en betalen. Geef je recht. Klaar.
zijn niet veel stappen, is zo gebeurd. En u wordt er doorheen geleid. Wat is het geschil? Is een van de dingen die u moet invullen. En waarom moet u dat invullen? U moet hier een bedrag invullen. Dat is zodat wij het griffierecht kunnen berekenen. Dat doet het systeem namelijk automatisch. En aan het eind kunt u ook dat griffierecht direct betalen. U kunt dat doen via een rekening-courantverhouding of met een rekening, met een factuur. Er zijn al wat mensen geweest, wat advocaten geweest, die hebben lekker zitten vogelen in het nieuwe systeem. Om eens even te kijken hoe het werkt. U kunt dat ook doen, dat zei Ruben net al. Het staat online, u kunt er zo in met uw advocatenpas, dat mag ook gewoon. Maar het is wel handig als u dan niet een zaak indient. Ik ga u straks laten zien. Ja, want als u een rekening-courantverhouding heeft, dan is het dus griffierecht innen. Ja, we hebben dat een paar keer meegemaakt. We hebben ook braaf het griffierecht teruggestort, want het was natuurlijk een foutje. Maar we blijven dat natuurlijk niet doen, hè? Dat is wel duidelijk. Oké. Maar daarom moet u hier dus vordering, het bedrag invullen. En we willen ook heel graag dat u daar het petitum invult van wat u wilt van de andere partij. Want aan de hand daarvan typeren wij de zaak en kunnen wij snel stappen zetten in het toebedelen van de zaak aan de rechter. Dan gaat het allemaal lekker snel. De verwerende partij, daar moet u de gegevens van invullen, zodat wij dat ook netjes kunnen registreren in ons systeem. En vervolgens kunt u klikken, nadat u heeft ingevuld wie de verweerder is, wie de eiser is, het griffierecht. U kunt de gegevens hier controleren en daar is die knop, indienen. Druk daar dus niet op als u aan het spelen bent. Druk er wel op als u een zaak aanhangig wil maken, want meteen daarna is de zaak ingediend. Klaar heet dat. En dan krijgt u een bevestiging dat u de zaak heeft ingediend. En u krijgt van ons, dat is heel leuk, want u heeft allemaal gegevens ingevuld. U krijgt van ons de melding dat de procesinleiding voor een bepaalde datum moet zijn bezorgd. En de zaak is aangemaakt onder dit en dit nummer. En vervolgens heeft het systeem de zaak mooi aangemaakt en dan heeft u dit. Dit is het zaaksoverzicht, waarbij u meteen de partijnamen bovenin ziet staan. Dus u ziet meteen om welke zaak het gaat. En hier ziet u de zaakdetails. Ik knip dat scherm even in tweeën, omdat het anders niet goed leesbaar is. Hier ziet u de gegevens van de zaak. En onderaan vindt u een oproepingsbericht. En de procesinleiding die u heeft ingediend. Zo ziet het oproepingsbericht eruit. Dat is ook nieuw, hè? We hebben nu een dagvaarding waarin allemaal formaliteiten staan. Welke rechtbank bevoegd is en waar iemand zich moet melden, voor welke datum. Nou, dat is er allemaal uit. De procesinleiding is echt een gecomprimeerd stuk. En in het oproepingsbericht staat dus voor de verweerder een heel verhaal over wat er aanhangig is gemaakt, dat er een zaak is, dat die is opgeroepen, voor welke datum die zich moet melden, enzovoort. Ja, voor u is het allemaal niet zo nieuw, want u bent advocaat, u doet niet anders dan procederen, maar voor zo'n verweerder die nog geen advocaat heeft, is dat wel heel prettig om zo'n document te krijgen, wat toch enigszins beter leesbaar is dan die dagvaarding die wij altijd hadden. Dus dit is wat hij krijgt. En de advocaat moet in de artikel 112 procedure het oproepingsbericht laten bezorgen of betekenen bij de verweerder. Dan landen we nu in de 112-procedure. Ik ben halverwege. Goed, u heeft nog wat te goed. Zo ziet dat eruit in de artikel 112-procedure, maar ook in de 113-procedure, waarbij u dus eerst de zaak betekent en daarna indient, heeft u ook dit document wat u straks moet gaan maken. En de rechtspraak maakt daar modellen voor, waar u dan mee uit de voeten kunt. En dat doen we samen met de Orde van Advocaten en met de deurwaarders. Vervolgens, als u de procesinleiding heeft ingediend als advocaat, dan gebeurt er dit aan de kant van de rechtspraak. Dit is ons scherm, dit is mijn werkomgeving, heet dat. En hier kijkt de griffie naar wat u heeft ingediend, of het compleet is. En als dat niet zo is, dan sturen zij u een berichtje dat het niet compleet is. Bijvoorbeeld, u bent vergeten een productie erbij te doen, of u heeft ze per ongeluk eenzijdig gescand in plaats van tweezijdig, of de laatste bladzijde van de procesinleiding mist. Nou ja, daar krijgt u bericht van en dan kunt u dat corrigeren.
Hoe gaat het dan als verweerder? U heeft dat oproepingsbericht gekregen van uw cliënt, waarin staat hoe u moet inloggen. Nou, dan klikt u hierop als advocaat. U bent weer ingelogd in mijn rechtspraak. U kunt vervolgens op deze link klikken, toegang verwerende partij, met de code. En u ziet in het oproepingsbericht ziet u een code staan. En die code wordt gegenereerd door het systeem. En met die code kunt u als advocaat inloggen namens uw cliënt. En u kunt kijken in het dossier en u kunt ook vervolgens verschijnen, zoals het nieuwe stellen heet. Zo ziet dat eruit. U voert code in, verkrijgt toegang en vervolgens gaat u het systeem in. Het systeem registreert dat u wilt verschijnen als u dat wilt. En vervolgens kunt u een verweerschrift indienen. U krijgt daarvoor namelijk een taak. En met die taak dient u het verweerschrift in. En het verweerschrift, u ziet al, dat ziet er een beetje hetzelfde uit als wanneer u een procesinleiding moet maken. Dat is weer inleiding, wat is het verweer, wie zijn betrokken, afronden en klaar. Daar zitten allemaal stapjes in. U ziet daaronder ziet u ook een balkje staan. Het verweer, bewijsmiddelen, of u misschien een tegenvordering heeft, want reconventie verdwijnt ook uit de wet, hè? Dat wordt tegenvordering. Bewijsmiddelen voor de tegenvordering kunt u daar opgeven en de overige informatie. En als u een verweerschrift indient, en dat geldt ook voor de procesinleiding trouwens, dan mag u ook de gronden die u heeft voor de vordering en voor het verweer, die mag u apart uploaden, Engels, sorry, indienen met een bestand. Dus die kunt u opnemen in een PDF-bestand en dat apart uploaden bij de procesinleiding, maar ook bij het verweerschrift. Dat betekent dat u dan gewoon uw eigen opbouw kunt hanteren met feiten, met nou ja, zeg maar wat u wilt van de andere partij, de onderbouwing daarvan en vervolgens ook wat u precies wilt van de rechter. Dus dat mag. Maar u kunt het ook hier kwijt in dit veld, de omschrijving van het verweer. U kunt daar 20.000 tekens voor gebruiken, dat is ongeveer 3,5 A4'tje. Gemiddelde handelszaak zal dat denk ik een beetje weinig zijn. Maar bij kanton zou het best kunnen dat u met dat formulier ook uit de voeten kunt. Maar dat is uw keus, die is aan u. Zijn er vragen zover? De vraag is er geen uitstel meer mogelijk? Er is zeker nog uitstel mogelijk. Er is ook een procesreglement dat uitstel regelt. U kunt gewoon nog altijd één keer uitstel vragen, zoals dat altijd ging. Het wordt wel iets strakker. Ja. Ja, de vraag is, als een advocaat een taak krijgt, krijgt hij daar dan ook een berichtje van, een mail of een notificatie, zoals net al werd genoemd. Ja, dat klopt. Dat ga ik u zo even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar het klopt dat op het moment dat er iets verandert in het dossier, als iemand daar een document in plaatst of een bericht of weer er is verschenen, dan krijgt u daarvan als advocaat een notificatie en die komt in uw mailbox terecht. Ja, een vraag daar achterin. Moeten verwerende partijen ook per se digitaal indienen? Ja, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad, maar die verplichting om digitaal te procederen, die geldt voor iedereen, behalve natuurlijke personen. Die mogen nog op papier, en er zijn een paar kleine uitzonderingen, zoals informele verenigingen. Maar in principe moet iedereen straks digitaal. En voor advocatuur geldt sowieso de verplichting digitaal te procederen op het moment dat dat is ingevoerd. Ja, is daar nog een vraag? Ja, de vraag is, al die velden die hier getoond worden op dit scherm, voor het verweerschrift, moet je die allemaal invullen? Of als je dan nog iets aparts indient, hoe doe je dat dan? Nou, het idee is dat u wel alle velden die hierin staan invult, omdat wij die nodig hebben voor de registratie van de zaak, om te zorgen dat alle gegevens correct in het dossier terechtkomen. Maar als u een bijlage heeft waarin u het verweer heeft verwoord, dan kunt u in dit veld, omschrijving verweer, verwijzen naar die bijlagen. Maar alle andere velden dient u in principe gewoon in te vullen. En dat is niet buitengewoon veel werk, maar het moet wel gebeuren. Ja, ik wil heel even verder gaan, dan ga ik straks nog wat vragen beantwoorden.
Dit is een uitvergroting van zoals dat eruit ziet. En vervolgens ziet u hier ook, als u een tegenvordering heeft, hoe u dat kunt indienen. En ook daar moet u weer het bedrag invullen van de tegenvordering. En u raadt het al, dat is weer omdat wij geld van u willen. Wij willen griffierecht kunnen berekenen. En dat doen we aan de hand van het bedrag dat u daar invult. En ook de omschrijving van de vordering. Want een vordering van onbepaalde waarde heeft natuurlijk weer een ander griffierecht dan een geldvordering zomaar. Hier ziet u hoe u stukken kunt indienen en berichten kunt indienen aan de rechtbank. Dus als u een zaak heeft en u heeft de procesinleiding ingediend en het verweerschrift ingediend, dan kunt u vervolgens nog los daarvan stukken indienen. Bijvoorbeeld als er een verweerschrift is binnengekomen en u bent advocaat van de eisende partij en u wilt voor de zitting nog wat stukken indienen in reactie op het verweer of voor de zitting, dan kunt u op een van die knoppen drukken, stukken indienen, kunt u die aan het dossier toevoegen. En ook de andere partij krijgt daar weer een notificatie van dat er stukken zijn ingediend. Zo ziet dat eruit als u daarop drukt. Stuk toevoegen en vervolgens kunt u dat stuk een naam geven. Een bewijsstuk bijvoorbeeld, maar u kunt ook de titel van het document daar aangeven. En nog verder specificeren, dat bijvoorbeeld te verwijzen naar een hoofdstuk waar u het specifiek over wilt hebben. Zo kunt u dan het bewijsstuk betitelen en indienen. Er komt in het procesreglement, dat gaat het rolreglement vervangen en is ook al in werking voor de pre-pilotgerechten Gelderland en Midden-Nederland. Daar kunt u al even naar kijken. Het procesreglement gaat een regeling bevatten waarin staat hoe u deze documenten moet benoemen, zodat in de overzichtelijkheid van de zaak stukken snel zijn terug te vinden. En u zult dat binnenkort kunnen vinden op rechtspraak.nl en ook in de Staatscourant, waar dat procesreglement nader wordt aangepast aan wat wij met de Orde van Advocaten hebben besproken over wat nou handig is voor de benaming van die stukken. Zodat het dossier overzichtelijk blijft, want we hebben gemerkt, een digitaal dossier, dat is toch anders dan zo'n papieren dossier met van die tapjes, waar je toch vrij snel je weg in vindt. Achterin is een vraag. Zit er een spellingcontrole in? Ja, geen idee. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, geen idee. Ziet u een spelfout? Ik heb er niet goed naar gekeken. Oh, staan er heel veel S'en. Een bewijsstuk. Ja. Ja. Nee, er zit geen spellingcontrole in dan, denk ik. Nee. Oké, nog één vraag hiervoor. Ja. Kun je tussentijds een concept ontslaan? Dat is een goede vraag. Die wordt veel gesteld. Het is zo dat als u hier dingen invult in de velden, dat die 24 uur bewaard blijven. Als u binnen 24 uur verder gaat, dan zijn alle teksten die u heeft ingetypt bewaard. Maar laat u die 24 uur verlopen, dan is het weg. En wat ik u aanraad, als u langer bezig bent met een procesinleiding, bijvoorbeeld met de 112 route, hè, waar u dat allemaal met die velden invult en niet eerst in uw eigen systeem maakt, dat u dat toch in uw eigen systeem maakt en later hier inzet. Bijvoorbeeld als bijlage bij de velden die u invult. Het invullen van die velden zelf is meestal niet het meeste werk. Het gaat toch om de onderbouwing van de vordering. En ik raad u dan ook aan om, als het echt om veel tekst gaat, om dat in uw eigen systeem te maken en daarna als bijlage daarbij te doen. Oké. Nog één vraag, ja. Ja, wordt hier gevraagd dat iemand zich bijna niet kan voorstellen dat de Griffie al die bijlagen gaat controleren op compleetheid en of het allemaal wel goed is ingediend. Het is toch echt zo? Ja, we gaan daar heel goed naar kijken. En als het niet klopt, dan krijgt u een berichtje. Dat klopt, ja. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot de leidelijkheid van de rechter? Kijk, dat zijn vragen die rechters altijd stellen. Maar dat klopt. Daar komen we in een nieuw terrein. Het spanningsveld van de leidelijke rechter en het actief regisseren van de procedure. En ik weet niet, Juan, ga jij het daar nog over hebben? Ja, ja, precies, vanuit de advocatuur. Ja. Hoeveel tekens mag de rechter maximaal gebruiken? In zijn vonnis bedoelt u?
In zijn instructies, ja, dat weet ik niet, nee. We moeten even kijken hoe dat zal gaan met de actieve rol van de rechter in zijn regiefunctie. Dat is wel iets nieuws en daar wordt veel over gesproken. Dat is best spannend, dat is ook voor de rechterlijke macht heel spannend, maar ook voor u. Raakt u de regie kwijt of niet? Nou, Hoewan zal daar straks iets over vertellen. Maar goed, u kunt naast stukken uploaden, we gaan even terug naar de schermen, kunt u ook een bericht sturen aan de rechtbank, of aan het gerecht. En dat kunt u met dit scherm. Dat is een vrij bericht, dus als u uitstel wil of zo van een zitting of van een proceshandeling, of u wilt iemand meebrengen en u wilt even vragen of dat oké is, nou, dan kunt u dat hier invullen, want we gaan niet met elkaar mailen namelijk. Dat mag niet, dat is allemaal niet veilig. We gaan elkaar berichten sturen via Mijn Rechtspraak. Veilige omgeving, weten we ook zeker dat die gezien wordt en dat die landt op de goede plek. En het voordeel is, iedereen ziet het meteen. Dus stuurt de rechter een bericht, dan ziet u dat en uw andere partij meteen. Dat is echt wel een heel groot voordeel van digitaal procederen. Niet meer dat eindeloze heen en weer gefax en via de post en elkaar kopieën sturen, dat wordt echt anders. Ik zie hier nog een vraag. Klopt het dat er nou maar één veld is voor berichten, één soort bericht dat u kunt sturen, niet meer keuze uit allerlei F-velden en formulieren? Dat klopt. Ja, u krijgt, hiermee kunt u bericht sturen. En als u een heel lang bericht heeft, dan zou u het misschien ook als stuk kunnen indienen, maar dat is misschien niet zo handig, want dat komt op een andere plek in het dossier. Dus ik zou zeggen, vul het hier in en dan komt het goed. Nog één vraag, ja. Het overnemen van een zaak, hoe gaat dat dan? Nou ja, u kunt een zaak overnemen via de knop die ik u net liet zien, opgeven als vervangende advocaat. Dan krijgt u namelijk toegang door de griffie tot het dossier als vervangende advocaat. Hoe het precies werkt, moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet. Of u een code krijgt of dat precies dat u met een knopje toegang krijgt vanuit de griffie, dat weet ik niet. Maar u krijgt in elk geval via de griffie toegang. Oké. Dit zijn de notificaties. Dit is een mailbox waarin een aantal notificaties vanuit de rechtspraak zitten. U ziet, het is een no-reply e-mailadres. Zal u wel bekend zijn van ook webwinkels en zo. Het is handig als u dat no-reply e-mailadres toevoegt aan uw contactpersonen. Want anders landt dit misschien door uw spamfilter in uw ongewenste mail. En dit is denk ik wel gemenste mail. Dus dat is verstandig om te doen, want dat is al een paar keer misgegaan in zaken waarin een advocaat een notificatie had gemist omdat hij in een spamfilter terecht kwam. Dus dat is tip 1. En tip 2 is dat hier staat heel kort, er is een nieuw bericht in zaak NL15 nou, en de rest van het nummer. En dan denkt u, ja, ik heb die nummers niet uit mijn hoofd geleerd, ik weet het niet. Dat klopt, we zijn met de Orde van Advocaten zijn wij in overleg gegaan. Het was een grote wens vanuit de Orde van Advocaten om die e-mailnotificatie iets meer handen en voeten te geven, zodat u iets meer weet waar u mee van doen heeft. Of u snel moet gaan kijken in Mijn Rechtspraak of niet. Want ja, hier heeft u niet zo heel veel mee. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat daar wat aan wordt toegevoegd. En dat is dan de status van de zaak. Dus bijvoorbeeld, er is een zitting gepland of er is uitstel verleend. Of verweerder is verschenen, dat komt er dan bij te staan in deze notificatie. Want wij mogen geen namen van partijen daarin zetten. Dat is in strijd met de beveiliging en de privacy. Wij mogen alleen maar daarin zetten het zaaknummer en een eventuele status van de zaak. En we gaan nu ook kijken of we de rechtbank daaraan toe kunnen voegen waar de zaak speelt, zodat u snel weet of u snel moet gaan kijken. Er is achterin een vraag. Ja. De vraag is, kan je per zaak meerdere e-mailadressen opgeven? Nee, dat kan niet. U kunt één e-mailadres opgeven, maar u kunt in uw eigen kantoorsysteem natuurlijk wel zorgen dat e-mails die van dit e-mailadres komen, dat die worden doorgestuurd naar meerdere ontvangers. En ik heb ook al gehoord van advocatenkantoren die één speciaal e-mailadres aanmaken waar de notificaties terechtkomen. Dat kan natuurlijk ook. En
Als u via het aansluitpunt procedeert, hè, dus de systeemkoppeling, dan komen de berichten rechtstreeks in het dossier terecht. Dan heeft u niet te maken met die notificaties, dan krijgt u meteen in uw dossier hetgeen daar geplaatst is. Dus is er een bericht van de griffier geplaatst, dan komt dat meteen in het dossier terecht. Hoeft u niet eerst in te loggen ofzo. Ja. Oké, nog één vraag. Ja, de vraag is, kun je meerdere personen machtigen om in één zaak te gaan kijken? Ja, dat kan. U kunt in uw eigen, als u het via het aansluitpunt procedeert, dan heeft u het volledig zelf in de hand en daarmee dus ook een grote verantwoordelijkheid. Wie er in het dossier kan kijken, wie in uw dossiers mag. En als u procedeert via het webportaal, dan kunt u via het advocatenpasstelsel iemand machtigen om voor u dingen daarin te doen. Dus dat kan. Oké. Nou, zo ziet het er dan uit als u een bericht van de rechtbank ontvangt. Dan heeft u een notificatie gekregen, u gaat inloggen en dan ziet u het bericht en dan kunt u daarop klikken en dan opent dat bericht zich. En dan kunt u kijken wat daarin staat. De notificatie alleen, daar staat weinig informatie in. Een bericht van de rechtbank, daar staat meer informatie in. Het is ook aan te raden om altijd te gaan kijken, want voor je het weet ligt er een verzoek aan u om iets te doen. Bijvoorbeeld een agenda voor de zitting. Dat is wel handig om eventjes te kijken wat daar precies gezegd is. Oké, ondertussen op de rechtbank is er een zaak aangemaakt, verweerder is verschenen en dan wordt de zaak toegewezen aan een rechter, enkelvoudig of meervoudig. En vervolgens krijgt u een zitting gepland, de Griffie gaat kijken wanneer er plek is en er komt een agenda voor de zitting. De bedoeling van die regiefunctie van de rechter is dat daar ook van tevoren naar de zaak wordt gekeken, ruim van tevoren, op het moment dat de zitting wordt gepland en dat u dus ook alvast wat vragen krijgt en wat dingen waar het over moet gaan. Nou, dat kan hier, dat is de binnenkant van het systeem. De duur van de zitting wordt ook bepaald en vervolgens krijgt u een uitnodiging. Nou, misschien ook leuk om te zien hoe dat dan voor de rechter eruit ziet. Dit is het scherm. Het voorbereidingsformulier zoals de rechter samen met de griffier de zaak voorbereidt. Zoiets kunt u ook hebben. Hè? De software die u kunt kopen, dat lijkt hier ook wel een beetje op. Daar kunt u ook de zaak goed in lezen, bewerken, linkjes maken naar de stukken, zodat u op de zitting ook paraat bent om daar dingen snel in te vinden en snel goed voorbereid te kunnen antwoorden en uw zaak te kunnen bepleiten. Dit is zoals het eruit ziet aan de kant van de rechtspraak. Ja, dan hebben we de zitting zelf. En op de zitting zelf moet u dus uw eigen apparaat meenemen. Daar kunt u uw dossier op bekijken, u mag het ook printen, dat zei ik al. U moet de stukken vooraf downloaden, dat is ons advies. Het kan zijn dat de internetverbinding niet goed genoeg is op de rechtbank, of dat u net buiten het bereik van 3G of 4G bent. Dat risico wilt u niet lopen. Dus ik kan u alleen maar aanraden om van tevoren de stukken op uw apparaat te zetten, zodat u het dossier altijd kunt raadplegen. Het is ook goed om voor de zitting nog even te controleren of er nieuwe stukken zijn toegevoegd. En u hoeft van ons niet uw pleitnota met al uw verrassingen van tevoren te uploaden, want daar is natuurlijk niks aan. En u wilt de andere partij ook niet in de kaart spelen. Dus dat hoeft u niet te doen, dat is pas na de zitting dat u dat moet doen. En u mag ze ook nog gewoon op papier verstrekken. Dus dat blijft zoals het is. En het is ook handig om de schermbeveiliging uit te zetten. Ook zo'n tip uit de praktijk. U ziet hier ook de eerste digitale zitting. Die was ook in het filmpje net te zien. Er is hier een vraag. Hoe gaat het met de verhinderdata, is de vraag. Ja, daar hebben we niet echt één lijn in, hè, in de rechtspraak. De ene vraagt het wel, de ander vraagt het niet. U weet helemaal niet waar u aan toe bent. Nou, we zijn met elkaar binnen de rechtspraak in gesprek om te kijken of we daar niet één lijn in kunnen trekken, als we toch op een andere manier gaan werken. En ik hoop dat dat lukt. En de vraag is dus wat het dan wordt, wel of geen verhinderdata. Nou ja, linksom of rechtsom, op het moment dat er verhinderdata zijn gevraagd en er wordt een zitting gepland, en u kunt dan toch niet, ja, dan is het toch lastig om die zitting te verzetten.
En omgekeerd, als er geen verhinderdata zijn gevraagd en de zitting is gepland, ja, bij civiel is het dan toch doorgaans wel zo dat u de zitting dan wel kunt laten verplaatsen. Zo werkt het meestal. En dat zal denk ik niet veranderen. Maar we zijn wel met elkaar daarover in gesprek om dat wat meer uniform te gaan doen. Maar dat is nog best lastig. Ja, want elk systeem heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Dan, vervolgens na de zitting, dit is aan de binnenkant van het systeem weer. Bepaal vervolg. Dan moet de rechter dus zeggen wat hij gaat doen. Komt er een uitspraak of hebben we wat anders gedaan? Is de zaak geschikt misschien? Moet hij ingetrokken worden? Gaat hij gerouilleerd worden? Nou, dat is allemaal wat hier kan worden ingevuld. En dan komt een uitspraakdatum. En als de rechter een vonnis heeft bepaald met een datum, dan krijgt u daar ook een notificatie van. En dan krijgt u vervolgens dus ook te horen wanneer dat vonnis wordt uitgesproken. En zo ziet het nieuwe vonnis eruit. Dat is ook anders. Met digitale handtekeningen. En u kunt met dat nummer, dat documentnummer wat u daar onderaan ziet staan, daar kunt u mee controleren, ik geloof bij Justit, of dat een authentiek document is. Dus die digitale handtekening is verifieerbaar. En zo zal het er dan uitzien in de toekomst. Dat is toch wel anders dan met zo'n krullerige natte handtekening die we nu gewend zijn. De uitspraak die wordt geplaatst in mijn rechtspraak, daar krijgt u natuurlijk ook een notificatie van. En hij wordt voorlopig ook nog als grosse gezellig met de post verstuurd naar u. Dus dat blijft nog even hetzelfde. We hebben nog geen digitale grosse. En ik vraag me ook af hoe we dat moeten gaan organiseren. Maar goed, daar zijn we ook over in gesprek, onder andere met de deurwaarders. Ja, en wat nou als er een storing is? Ik ben bijna door de tijd heen. Wat nou als er een storing is? U zag net al die storing en onderhoudspagina waar u naar kunt doorlinken en dat wij wel eens onderhoud plegen. Nou, er zijn allerlei regels voor. De indieningstermijn, als een termijn verloopt op het moment dat er een storing is of onderhoud, waardoor het systeem daaruit ligt en u kunt dat niet doen, dan krijgt u een verlenging van uw indieningstermijn. Dat staat in artikel 8 van het besluit digitalisering, burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Dat heet een verschoonbare termijnoverschrijding. Dat wordt nieuw voor civiel. In het bestuursrecht bestaat het al, voor ons is het volstrekt nieuw. Maar dan krijgt u dus een verlenging met 1 werkdag. Als u nou denkt, ik laat het er niet op aankomen, die rechters, ik weet het niet wat ze gaan beslissen op die verschoonbaarheid. Ik neem het risico niet. U mag natuurlijk altijd op papier iets toesturen. Want dat is ook nieuw in artikel 30c lid 6 van het nieuwe rechtsvordering. Daar staat een herstelverzuimregeling. Ook nieuw, nieuw, nieuw. Wat betekent dat nou op het moment dat u de verkeerde ingang kiest? Stel nou, u wilt digitaal procederen, maar u kiest per ongeluk Rotterdam, wat nog niet digitaal is. Maar omgekeerd kan ook. U bent in Gelderland aan de beurt en u gaat het op papier doen, terwijl dat al digitaal had moeten zijn. Dan kunt u een herstelverzuim krijgen van de rechter. En die is verplicht u dat te geven, zo staat in de wet, op het moment dat u de verkeerde ingang kiest. Dat betekent dat u de kans krijgt om alsnog de goede ingang te kiezen. Dus als u op papier had gemoeten, alsnog op papier. En als u digitaal had gemoeten, alsnog digitaal. Maar de datum van indiening op de verkeerde manier, die is maatgevend. Dus u houdt uw termijn. Dus als u van me niet vertrouwt, gebruik het papier. En ik denk zolang de faxen nog aanstaan, en dat duurt nog wel een tijdje, dat hoef ik verder niet aan te vullen. Vraag hierover. Een heleboel. Achterin. Een storing in je eigen apparatuur, is dat nou ook verschoonbaar? Ja, dat is meteen een hele moeilijke vraag. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. We hebben met elkaar besproken binnen de rechtspraak wat nou verschoonbaar is en wat niet. En in de nota van toelichting bij die ANVB die ik net noemde, daar staat dat een internetstoring en een stroomstoring, een storing in de advocatenpas, dat dat in elk geval een verschoonbare termijnoverschrijding oplevert op het moment dat u op dat moment had moeten indienen, omdat een termijn verloopt. De vraag is natuurlijk wel, als uw eigen computer eraf ligt, of dat dan verschoonbaar is of niet.
Ja, nou daar verschillen op dit moment nog de meningen over. Ik weet dat het landelijk vakoverleg civiel en kanton, die kijkt daar heel soepel tegenaan en zeker in het begin. Die gaan daar niet heel streng mee om. Die hebben ook afgesproken met elkaar om daar coulant naar te kijken. Maar hoe dat is in het bestuursrecht, dat is nog zeer de vraag. En ik heb van de Hoven op dit moment ook nog geen harde duidelijkheid daarop. Maar dat komt wel. Daar zijn we heel hard mee bezig. Om daar voor u wat meer zekerheid in te krijgen. Ook op verzoek van de orde. Ja. Oké. Okay. Ja? Nog een vraag? Digitaal stuiten en de storing. Hoe verhoudt zich dat? Hoe moet ik dat begrijpen, die vraag? Ik heb nog 3 minuten. Hoe verhoudt zich digitaal stuiten en een storing? Op het moment dat een termijn verloopt, zou dat ook een verjaringstermijn kunnen zijn? Is dat de vraag? Ja, of het dan ook verschoonbaar is? Ja, goede vraag. Weet ik niet. Ik zou denken dat dat er misschien wel onder kan vallen. Maar die neem ik even mee terug naar de tegentafel. Dit is een hele goede vraag. Daar gaan we even naar kijken. Ja. Even kijken hoor. Oh, hier is nog een pagina waar u meer informatie kunt vinden. En dan zijn we klaar.